Hij staat bekend als de speler die er altijd in stond. Hij scoorde kanonskogels van doelpunten, maar hij raakte in de eerste wedstrijd van Feyenoord onder 21 geblesseerd. Maar hij werkte dit jaar keihard aan om de rechtsback van Feyenoord 1 te worden. Ik heb een kruisband heb ik afgescheurd, mijn voorste kruisband. En mijn meniscus had ik zat een scheurtje in. Ik kan heel snel een knop omzetten. Ik zat er niet te lang mee. Ik heb gewoon gedacht, oké, we gaan die operatie doen. En daarna ben ik gewoon weer 100% voor de revalidatie. Ik heb veel uren in de gym gehad. En ik voel me sterk. Ik voel me fitter dan voorheen eigenlijk. En het kan alleen maar beter worden. En op 19.08 zien we Denzel Hall vaak met gewichten rondrennen. Dat is vooral om de knie te stabiliseren. Omdat het niet nog een keer zo makkelijk gebeurt als voorheen. Eigenlijk is dat het meest belangrijke waarvoor je zo'n zak op je rug hebt. In het begin train ik natuurlijk individueel om het herstel zo goed mogelijk te laten lopen. En nu train ik met de groep mee. In principe kon ik snel de knop wel omdraaien. Ik was geblesseerd geraakt en ik dacht, nou goed, het is gebeurd. En nu zo snel mogelijk weer fit worden. Ik denk dat ik alleen maar sterker uit deze blessure ben gekomen. En dat ik volgend seizoen gewoon kan laten zien waar ik ben geëindigd. En dat ik alleen maar beter kan worden. Denzel is de rust zelf. Maar in het veld kennen we hem als een felle speler. Vol passie en het gevoel van onoverwinnelijkheid. Een prachtig voorbeeld hiervan is het moment uit de mini-klassieker. Sommige spelers rollen eerst nog 10 keer door als ze onderuit worden geschoffeld. Maar Hall deed het tegenovergestelde. Ik pakte de bal af en ik kwam op. Zeg maar, ik dribbelde richting de helft van de tegenstander. En ik kreeg een schop van achter, maar door die adrenaline voelde ik niks. En ik stond gewoon op. Maar ja, het ligt aan het moment, denk ik. Het was natuurlijk tegen Ajax, dus dan speelde het natuurlijk wel wat meer dan normaal. De potential stats van Denzel Hall. Welke statistieken zullen er achter zijn naam staan in het volgende voetbaljaar? Als eerste zijn snelheid. We zijn laatst weer getest op snelheid. Het zag er goed uit, dus ik denk 82. En daar traint hij vaak op? Nu wel, zeker. Na mijn blessure, absoluut. Ja. Het is gewoon veel sprint en op je looptechniek vooral let. Bij de sprinttest tikt hij 33,6 km per uur aan. Dat is toch wel, denk ik, aardig snel. En dan zijn schot. 75. Ik denk wel dat het iets is waar ik meer aan zou kunnen werken, zeg maar. En zijn passing. Daar kijkt Denzel kritisch naar. Denk ik wel veel winst nog te boeken, maar ik denk voorlopig wel een 70. Zijn dribbel. Ik heb natuurlijk wel redelijk wat snelheid, dus ja, dan hoef je ook niet echt veel acties te maken. Dan kan je gewoon dribbelen en dan met snelheid langs je man eigenlijk. Dus ik denk dat we er wel 72 kunnen invullen. En dan defending. Hij is een verdediger, dus wat zou hij hier gaan invullen? Ja, ik denk dat we toch wel wat hoger gaan doen dan de rest. Ik denk dat ik wel veel mag vragen van mezelf op dat gebied. Dus ik denk wel 85. Ja, ik denk zelf in eerste instantie dat ik gewoon verdedigend denk. Ik wil gewoon eerst mijn verdedigende taken gewoon goed uitvoeren. En als dat eenmaal goed gelukt is, dan kijk ik waar ik aanvallend mee kan helpen. Zijn fysiek. Daar heeft hij afgelopen jaar elke dag aan kunnen werken. Ja, absoluut. Ik heb elke dag in de gym gezeten eigenlijk. Vooral in het begin, want toen mocht ik nog niet buiten trainen uiteraard. Vanwege de blessure dus. Ja, dag in dag uit in de gym, dat heeft me wel sterker gemaakt, ja. Ik heb denk ik 2 jaar achter elkaar non-stop wedstrijden gespeeld en niet geblesseerd geweest eigenlijk. Dus ik denk dat dat wel goed zat. Dus ik denk dat ik daar wel 80 kan invullen. En dan, welk getal komt er volgend seizoen achter zijn naam te staan? Ik denk voor nu 73. Een mooie kaart voor Denzel Hall. Zowel kritisch als ambitieus. Eind volgend seizoen zullen we zien of hij in de buurt zat. Wil jij dit bord winnen? Abonneer dan op het YouTube-kanaal van Feyenoord en laat het in de reacties weten waarom jij dit bord wil winnen. Denzel werkt vol ambities toe naar het volgende seizoen. En ook Feyenoord heeft vertrouwen in hem uitgesproken door juist tijdens zijn blessure zijn contract te verlengen. Ik heb geen lichte blessure gehad en als de club dan met 4 jaar wil verlengen, ja, dat spreekt heel veel vertrouwen vanuit de club. En tijdens het seizoen 2019-2020 zat hij al een paar keer bij de wedstrijdselectie. Hij ging mee in Europa en hij mocht tegen RKC hopen op zijn debuut in de Kuip. Het is natuurlijk een stuk professioneler allemaal. Het wordt allemaal serieuzer genomen en je leert eigenlijk veel meer dan op de academy. Wat je al die jaren hebt meegekregen, zeg maar. En ja, je kan jezelf laten zien. Hij maakte zijn officieuze debuut in de Kuip tegen Panathinaikos. Hij speelde een aantal oefenwedstrijden en ging mee op trainingskamp. Maar Denzel vond zichzelf er toen nog niet klaar voor. Het is natuurlijk een onbeschrijfelijk gevoel als de Kuip helemaal vol zit en je mag er als jonge knul mag je daar voetballen. Dat vergeet je niet zo snel. Je hunkert alleen maar naar meer. Ja, het was natuurlijk een bijzondere dag. Het was de eerste keer dat ik in de Kuip kon spelen. En uiteindelijk heb ik gespeeld. Het is natuurlijk anders. Het is even wennen. Maar het is wel, het is denk ik wel leuker dan op de academy. Ja, toen was het voor de eerste keer. Toen was het een beetje kijken met wie je een beetje op kan trekken. En waar je het meeste van kunt leren. En ik denk dat ik nu wat serieuzer volwassenen voetbal. Zeg maar. Toen was het nog te jeugdig, zeg maar. En nu zit je er vaker ook tegenaan of loop je meer mee bij het eerste. En dan ga ik mee het niveau van wat zij brengen. Hij is nu verder en hij hoort er echt bij op 19.08.
En vooral Justin Bijlo is hier belangrijk in geweest. Bepaalde jongens hebben me wel goed opgevangen. Bijvoorbeeld Justin. Die heeft er ook voor gezorgd dat ik een plek in de kleedkamer kreeg. En dat soort dingen zijn nooit maar mooi. Lucherel Geertruida was zijn teamgenoot in de jeugd. En nu de rechtsback van Feyenoord 1. Wat kan Denzel Hall van Geertruida leren? Ja, het scoren misschien. Maar hij scoort veel. Ik scoor het minder dan Lucharo, maar ik kan er wel wat van leren, denk ik. De 2025 bucketlist. Welke drie doelen wil Denzel Hall in ieder geval bereikt hebben in het jaar 2025? In 2025 wil ik kampioen zijn geworden met Feyenoord. Vaste basisspeler zijn bij een topclub. En gescoord hebben in de klassieken. Drie mooie ambities. Maar hoe gaat hij dat bereiken? Met hard werken, zoals het hier wordt neergezet altijd. Maar ook met mooie voetbal, denk ik. Gewoon mezelf kunnen laten zien. Gewoon laten zien wie ik ben. Ja, eigenlijk zo snel mogelijk basisspeler worden. En uiteraard kampioen worden. Dat gebeurt niet zo vaak. Dus ik zou wel een steentje willen bijdragen om dat waar te kunnen maken. Hoe de eerste dag van de voorbereiding voor mij eruit ziet. Ik denk vooral gewoon de nieuwe trainer ook leren kennen. En ja, een beetje afwachten wat hij van ons verwacht. En zo verder. Nou, ik hoop natuurlijk dat ik gewoon in de voorbereiding bij het eerste kan aansluiten en ja, mezelf kan laten zien. Ik zit er al meer dan 10 jaar. Ik wilde echt alles aan doen om hier op dit veld te mogen staan. Als je zoveel jaar hier speelt, dan doet het toch wel iets met je om hier te willen slagen, zeg maar.